Er is opnieuw commotie over de vergunningen van de gemeente Eindhoven ontstaan. Dit keer gaat het om de vergunning voor kerstbomenverkoop op de openbare weg. Het verstrekken van de vergunning moet kostendekkend zijn. De LPF-fractievoorzitter Rudy Reker liep een dagje met de ambtenaren mee en schrok van de hoeveelheid uren die in de aanvraag gaan zitten. Ik heb gisteren met mij rondgelopen, mee rondgekeken. Ik ben om 8:30 was ik gistermorgen al hier, dus ik heb mijn best gedaan. En dan zei ik, nee, het kan ook korter. Het moet veel korter. Wij hebben gezegd, de lezers moeten kostendekkend zijn, zijn we het helemaal mee eens. Maar er moet wel efficiënt gewerkt worden en dat ontbreekt. Volgens Rudy Reker is een ambtenaar in totaal 8 uur bezig met 1 aanvraag. 2 uur gaan zitten in het vooroverleg, 1 uur in het ontvangen van de aanvraag. Vervolgens duurt het nog 1 uur om advies in te winnen en het te verwerken. Dan gaan er nog eens 2 uur op aan advisering. En het opstellen en het versturen duurt dan nog eens ieder 1 uur. De Peter Canisiuslaan is zo'n plek waar ieder jaar weer kerstbomen verkocht worden. De kerstbomenverkoper kon nog niet reageren, maar deze plek wordt zo'n slordige €700 duurder. En dat betekent dat het bedrag voor de vergunning van kerstbomenverkoop op de openbare weg voor dit jaar op €846 uitkomt. Vorig jaar was dat nog €155 en in 2011 €70. De prijs van de legerskosten zijn natuurlijk belachelijk hoog geworden, van 155 naar €846, wetende dat daar nog maar 68% van de kosten mee zijn gedekt. En als je kijkt dat er 8 uur wordt doorberekend van 8 uur voor een vergunning af te geven, voor een heel eenvoudig vergunningje, ja, dat is natuurlijk helemaal belachelijk, dat slaat nergens op. De werkelijke kosten voor het werk van de ambtenaren is nog hoger dan het bedrag dat aan de kerstbomenverkoper wordt doorberekend. Wethouder De Pla geeft ze dit jaar nog een korting, maar volgend jaar wordt de vergunning waarschijnlijk nog duurder.